Nog 2 dagen, dan is het zover. Dan start de verkoopactie van de Soroptimisten Flevoland. De Pioenenactie 2020. En daarvoor spreken we met een oude bekende. Een vriendin van de show, kunnen we wel zeggen. Het is Lucie Knot, onze oud-correspondent. Lucie, een heel goedemorgen. Goedemorgen, Arnoud en Marco. Ja, dat is lang geleden dat je dat gezegd hebt, hè? Ja, klopt. Dat is na januari niet meer gebeurd. Nee. Nou, hoe is het in de ronde? Is er een prachtige aanleiding om weer contact met jullie op te nemen. Ja. Ja, zeker. Vertel. Want jullie vrouwen uit Dronten, Lelystad en Zeewolde, die gaan iets moois doen. Ja, wij hebben elk jaar van de Soroptimist Club Flevoland hebben we de pioenenactie. Maar in verband nu met de coronavirus moeten we toch iets anders verzinnen. En nou hebben we bedacht om daar een sponsoractie voor te maken. En want wij kunnen natuurlijk niet naar de mensen thuis. We kunnen dat alleen maar via de digitale weg doen. Maar wij willen ons ook dit jaar weer inzetten voor het hospice in Dronten, het Hofje in Lelystad en Movement on the Ground in Flevoland, of eigenlijk in heel Nederland. En dat is een stichting van Johnny de Mol en die helpt vluchtelingen op het eiland Lesbos. Mm-hmm. En wij, Soroptimisten, die richten ons op de veiligheid en educatie van juist vrouwen. En met name nu in deze tijd dat zij dus in het vluchtelingenkamp in Griekenland zijn, dan willen wij hun helpen in deze moeilijke omstandigheden om hun toekomstperspectief te bieden. Ja. En daar willen wij ons voor inzetten. En hoe hebben we dat nu bedacht? Wij staan dit jaar niet op markten en in winkelcentra. Dat kan dus ook niet, hè, met het coronavirus. En daarom hebben we deze actie bedacht. En dan is het idee om online 2 bossen pioenen voor €10 te kopen. En dat kan dus zijn voor jezelf, voor een kennis, maar ook voor een bewoner uit een verpleeg- of verzorgingshuis en een verzorgende. Oh, wat mooi. 2 voor de prijs van 1. Ja, dus dat is, want heel veel, in deze tijd wordt er natuurlijk extra verzorgd. Er is echt extra aandacht voor de gezondheid. En dan is het heel fijn als je iemand eventjes kunt verwennen, even een hart om priem te steken. Dus het is wel de bedoeling dat je dus eigenlijk altijd 2 bossen koopt? Of kun je ook gewoon zeggen, ik hoef er maar 1? Je kan ook 1 bos kan je ook bestellen. Ja. Maar als je wilt, dan kun je dus ook iemand nu even extra de aandacht geven. Ja. En een 2e bos kopen. En de bossen die worden dus door de Soroptimisten rechtstreeks afgeleverd aan het verzorgings- of verpleeghuis. Oh. En dat geldt ook voor de persoonlijke bestellingen. Dat deden wij altijd al. Als mensen dus bij ons gaan bestellen, dan brengen we ze altijd naar huis. Naar hun huis. Ja. Maar nu brengen we ze het ook naar het tehuis. Oké, okay, wat goed. Ja, wat mooi. Dus de bezorgkosten en alles, dat zit er al bij. Ja, het is de bossen die zijn €5 per bos. Ja. En daar komen verder geen kosten bij. Ze worden thuis bezorgd op 10 juni. Dan halen wij de pioenrozen van de kwekerij. Mm-hmm. En dan worden ze dus ook meteen bezorgd. En hoe moet je ze dan bestellen? Omdat dat dus ook online moet. Je gaat dus op het bankrekening van de Soroptimisten, ga je dus het bedrag overmaken voor het aantal bossen wat je hebt besteld. En ik zal zo even het nummer noemen. En dan moet je wel eventjes het bezorgadres erbij zetten. Ja, dat is duidelijk. Precies. Ik zal het heel langzaam even zeggen. Het bankrekeningnummer van de Soroptimist International Club Flevoland, dat is NL14 Rabo 01-02-37-77-74. Ja, ik zet het ook even op onze gemistpagina. Dat is handig. Dus, kunnen mensen gewoon weten waar ze terecht kunnen. Want is er geen website van, Lucie? Ja, een Facebookpagina. Alleen een Facebookpagina, hè? Ja, Facebookpagina, dat kan het ook. En als je dus meer informatie wilt, kijk even op de site van SI Club Flevoland. En dat Facebookpagina, die gegevens, die heb jij, hè?
Ja hoor, de Facebookpagina is gewoon Facebook en dan ga je naar SI Club Flevoland. Daar kan je dan de gegevens vinden. Ik heb familie in Zeeland en in Limburg. Kan ik me dan ook opgeven daarvoor? Of is het alleen voor Flevoland? Kijk, als jij nou de vlucht van de vlucht betaalt, dan wil ik ze daar wel naartoe brengen. De vlucht naar Zeeland? Ja. Oh, Nieuw-Zeeland bedoelt ze. Ja, volgens mij. Nee, maar Lucie, dat is toch zo? Het gaat alleen over het gebied van deze soort optimisten, toch? Oh, jij zei Zeeland. Ik zit meteen alweer... Nieuw-Zeeland, zou je te denken. Een straatje verder. Lucie denkt groot. Dat weten we ook. Ja. Nee, hoor, het gaat dus om Flevoland. Dronten, de hele gemeente Dronten, de gemeente Lelystad, Zeewolde, heel Flevoland. Daar mag je dus ook, waar onze club actief is, in die plaatsen. Daar gaan wij dus ook deze actie houden en gaan wij dus ook bezorgen. Goed zo. Nou, goed initiatief. En de pionrozen, het zijn altijd mooie bloemen. Dan heb je tenminste een volle bos ook. Toch? Ja, nog even één ding, Lucie. Die kweker, stelt hij die pionrozen gewoon kosteloos beschikbaar voor jullie? Nee, wij kopen ze daarin. Oh. En wij verkopen ze weer. En onze winst, zal ik het maar eventjes noemen. Ja. Dat gaat dan naar onze doelen. Dus het hospice in Dronten, het hofje in Lelystad en Movement Underground. Oké, goed zo. Dus er blijft niks aan de pionenstrijkstok hangen. Nee, als je dan wij gaan dus onze leden, die gaan het dus bezorgen. En de kosten daarvan, dat is misschien een beetje flauw gezegd, maar die dragen we gewoon zelf. Nee, dat is vrijwilligerswerk, hè? Zo is dat. Goed zo. Nou, Lucie, hartstikke mooi initiatief. Ik hoop dat er heel veel mensen ook met deze dagen een bloemetje bestellen. En het liefst natuurlijk zoveel mogelijk. Kijk voor alle informatie nog eventjes op de Facebookpagina van de SI Club Flevoland. Prima. Lucie, dankjewel. Het gaat je goed. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Doeg. Dag.